kibbeling, kibbeling. Kibbeling, kibbeling. Hot sauce en ballonnen. Oké. Oké. Wat gaan we doen? Ik heb er zin in. Welkom bij de Scovillains. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat TJ. Yo. Zoals elke editie krijg ik ook nu weer van mijn bestie TJ een cadeautje. Met iets pittigs erin. Dat gaan we weer beoordelen op 3 verschillende punten. Hoe pittig is het? Hoe is de smaak? En hoeveel ik ervan ga zweten? Mocht je nog niet hebben geabonneerd op ons YouTube kanaal, dan zeker even hieronder doen. Geef ons een like op Facebook. Deel onze content met je vrienden. En kijk onze korte filmpjes op. TikTok. TJ, wat heb jij vandaag voor mij? Je moet kijken of je kan raden welke saus ik heb gekocht en waar. Oké. Is moeilijk, hè? Nee. Ik ook. Hoppakee. Wauw. Nog gefeliciteerd, nog even. Echt mooi. En ik ken eigenlijk maar één hele grote verzamelleverancier in Nederland die hot sauces supplied. Verklapt. Het is Heat Supply. Het is een secret. Secret. Die is secret. Ja, ik denk dus telkens dat het Nederlands is, behalve secret. Maar goed, het is secret aardvark habanero hot sauce. Dit is dus, voor zover ik weet, de best verkochte hot sauce op Heat Supply. En zelfs op Amazon de best en meest beoordeelde hot sauce ter wereld. Del mundo, dat is Spaans voor de wereld. Of the world! Maar deze saus wordt bij een verzameling van andere sauzen die terugkomt in iets bekends. Ja, dat weet ik. Wat dan? De show The Hot Ones. Yes. Waar ze allemaal sauzen op chicken wings, chicken wings. Chicken wings, chicken wings. Wij niet, wij doen kibbeling. Ging bijna goed. Qua pittigheid weet ik, of tenminste qua Scoville units, zit hij tussen de 5 en de 7000. weet niet, kan ik onder mijn aanrechtslijst? Het is altijd nee, precies okay. Goed. Het is hier namelijk. Ja, precies daar. Eerst een beetje op de lepel. Waar handig aan... Oh, het zit allemaal aan de fles. Dat moest je niet doen. Althans, dat mag wel, maar... Nou, toch best wel een kikje. Wel echt een heel klein kikje. Een kabouter. Kabouterkik. Wel echt een hele smaakvolle saus. Ja, ik proef hem. Hij komt echt wel aan. Zweet een 1. De smaak. Ik vind hem echt bijzonder lekker. Ik zou deze gewoon bijna overal wel overheen kunnen doen. Nou, ja. Gewoon toch wel een solide 8,5. Zo. Ja. Poeh. En pittigheid. Ga ik weer. Misschien moet je eerst wat eten 's ochtends. Qua pittigheid een 2,5. Nog even over een kibbeling. Ik weet niet of ik dat nog moet doen. Ik heb gewoon honger. Laten we maar gewoon proberen. Echt heel lekker. Zelfs bij kibbeling. Toegankelijke, Tex-Mex-achtige hot sauce. Aardvark. Secret aardvark. Ik ga me nu weer in de lucht springen en veranderen in TJ. 1, 2. Oh! Had ik hem? Ja, je viel uit de lucht volgens mij. Echt super mooi. Is het een gat? Ja, met het gevoel. Hallo. Hallo, TJ. Secret aardvark. Ja. Wat, is dit een aardvark? Blijkbaar. Ja, dat is een miereneter volgens mij. Oh. Ja, klaar. Als er habanero op staat, dan word ik al een beetje... Dat was mijn eerste filmpje. Dus als jullie die nog niet gezien hebben, ons eerste filmpje. Ja, die zetten we even nu in het scherm. Ja. Rechtsboven. Daar eet ik de red habanero. Gewoon zo, met verse peper. Oh ja. En dan meteen Tex-Mex. Oh, zo. Hallo. Hallo. Ah. Zo. Daar komt niet de saus. Ja, maar wacht even. 5 tot 7500 Scoville. 5 tot 7. Nee, 7,5. Ja, ik heb hem heel proberen te schrikken onder mijn ogen. Hij is wel pittiger dan dat. Ik vind hem wel heel lekker. Dit werd ook omschreven als volgens mij de meest toegankelijke hot sauce voor mensen die... niet veel ervaring hebben voor mensen. Die niet veel ervaring hebben met hot sauce eten. Ja. Je kan overigens ook aardvark red eye red bier maken. Tomatensap, bier en een theelepel van dit. Schudden.
Gadverdamme. Maar het is gewoon een Bloody Mary met bier. Zonder vodka en zonder bliksemberij. Ik vind Bloody Mary ook niet lekker. Bloody Mary. Ja, hij, het komt denk ik omdat je hoort dat hij 5000 Scoville units heeft. Dus je denkt, nou dat is niet zoveel, maar hij begint toch wel stevig. Ik vind hem heel lekker. Smaak voor mij echt een 9. Ik vind deze echt heel lekker, heel toegankelijk. Ja. En past bijna overal bij. Behalve bij slagroom, taart. Pittig, ja, nee. Nou, een 2,5, 3. 3, zeg maar. Zweet. Nee, een 1, 1,5. Hij komt nu ook in mijn maag. Ik voel hem nu ook in mijn maag komen. Ja. Waarom sluit jij niet een keer af? Zal ik hem een keer afsluiten? Ja. Weet je hoe het moet? Ja. Oké. Okay. Zo. Hallo! Dames en heren, bedankt voor het kijken. Dit was de Secret Art Vark van The Scovillains. Vergeet niet te abonneren, ons te delen, ons te liken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tot de volgende keer. Stay spicy!